Deze zaterdag was het congres van D66, waar onze leden de plannen voor de Tweede Kamerverkiezing hebben vastgesteld. We namen ook afscheid van Sigrid Kaag als oud-partijleider. En ze kreeg voor al haar harde werk terecht een staande ovatie en een zoen van Jan Terlouw. Het was mijn eerste grote toespraak als D66-leider. Daarover zometeen meer. Hier zie je de wielerbaan in Apeldoorn en de atletiekbaan. Want ons congres was op een plek waar normaal gesproken met topsport wereldrecords worden verbroken. En op dat terrein was nu de ruimte om met leden in gesprek te gaan. Zoals hier bij het diversiteitsnetwerk. Hier even wat verjaardagswensen inspreken. Want ja, zo'n dag is natuurlijk ook gewoon gezellig. Veel leden ontmoeten, even bijkletsen en foto's, foto's, foto's. Heel veel foto's. En dan even terug naar die speech. Hier ben ik op weg naar het podium. Die speech ging over klimaat, over onderwijs, over een eerlijke economie en natuurlijk ook over de oorlog in Israël en Gaza. Die speech kun je terugluisteren op YouTube en al onze socials. Ik ben erg benieuwd wat jij ervan vond. En ik zie je graag de volgende keer.